Hoi, en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Turkus en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we iets, ja, echt iets heel leuks maken. Hè? Hij kleurt wel mooi bij mijn shirt. Het is al een mooi geheel. Dus ja, heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte voor alle leuke video's die ik maak. En wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar het er naartoe moet, komt gewoon naar je toe. Extra makkelijk. En dan gaan we nu gauw aan de slag. Gemaakt naar aanleiding van mijn video's, deelt op Facebook of Instagram, dan maak je elke maand kans op een cadeaubon te waarde van 15 euro. En er komt weer een winnaar hier in beeld. Van harte gefeliciteerd, jij mag contact met ons opnemen en zorg dat jouw kant op komt. Goed, gaan we nu gauw beginnen. Ik ga vandaag een bloemstuk maken wat je op veel verschillende manieren kan maken en wat je dus op veel verschillende opties kan ook kan bestellen, zodat je het in, ja, ieder interieur past. Ik ben namelijk wel gek op dit oude roze, maar zeg je van, dat is niet mijn kleur. Heb ik ook nog andere kleuren. Ik ga laten zien hoe je een dienblad leuk en makkelijk opmaakt. Dus dat is natuurlijk super leuk. Misschien heb je nog wel een leuk dienblad thuis. Ik gebruik dit mooie dienblad. Heel mooi, het is van keramiek en er zit iets een stippeltje in. Ik weet niet of jullie dat heel goed kunnen zien op beeld, maar het is een heel mooie luxe schaal is het eigenlijk. Maar je kan dus ook een dienblad gebruiken. En ik ga hem nu even eerst opmaken met dit oude roze. Ik verdeel de flesjes op de schaal. De flesjes zijn in 5 verschillende soorten verkrijgbaar. Dat kan je ook zien op onze site. En ik adviseer altijd eventjes als je dit soort flesjes gebruikt en je wil de verse bloemen indoen, dat je dan eventjes een waterbuisje erin doet, zodat de flesjes gewoon heel mooi blijven. Je niet gaat hebben dat de buitenkant afrafelt. Je houdt hem gewoon langer mooi. En je kan ook makkelijk de buisje even schoonmaken, zodat als je hem weer nieuw wil gebruiken, dat er geen verkeerde dingen in blijven zitten, geen viesheid in blijven zitten, waardoor de houdbaarheid gewoon langer goed blijft. Dus dat is heel erg leuk. En je kan het eventueel ook bijvoorbeeld combineren met dit soort vaccinehouders. Dat is echt heel leuk. Dit is met allemaal printjes. Dan kan je er bijvoorbeeld kiezen om er zo'n vaccinehouder bij op te zetten. Het is ook heel leuk om s'avonds even een kaarsje te branden. En volgens mij is deze aan de... Ik denk dat je er eventueel water in kan doen, maar dat durf ik niet met 100% zeker te zeggen. Maar hij is ook heel mooi als kaarsje of eventueel om een plantje in te doen. Dat kan natuurlijk altijd. Je kan in deze vaasjes kan je bijvoorbeeld ook droogbloemetjes doen. Dat geeft ook een leuk effect. En ook dat, ja, vooral als je een beetje wat neutrale kleuren kiest voor droogbloemen, geeft dat een mooi grijzige sfeer en dat past mooi bij het stuk. Ik ga hem nu wat romantischer opmaken. Ook heel leuk om bijvoorbeeld een cadeau te geven bij een bruiloft. We gaan weer dat seizoen in. Romantisch, maar ook een beetje stoer, want ik heb hier mooie wortelhoutstukken. Het zit in een netje. En dat verdeel ik er dan bij tussen. En dit vind ik altijd gelijk een mooi effect geven op een dienblad. Het zorgt voor diepte, maakt het gelijk een beetje stoer. En afhankelijk van hoe jouw hout een beetje loopt, verdeel je dat. Kijk, is gelijk leuk. En daartussen doe ik wat bolmos. Ik haal vaak eventjes van onderkant het bolmos af. Dit bolmos is wat droger, maar je kan het ook rustig even besproeien. Als je mos wat grijziger of wat grauwiger wordt, kan je dat sowieso altijd even doen of even in een bak met water leggen. En ik verdeel dit er weer tussen. Ik haal het even af. Dan voeg ik er wat houttakjes en wat tilantje aan toe. Past ook mooi bij het grijzige. En het leuke is natuurlijk dat het op deze manier heel lang houdbaar is. En vooral met de zomerse dagen is dat natuurlijk heel erg mooi. Goed, dan ga ik de buis erin doen en daar doe ik gelijk even wat water in. Let goed op dat je de vaasjes regelmatig bijvult.
Omdat er natuurlijk niet heel veel ruimte zit in zo'n buisje. Ik doe het om het romantisch te maken. Een beetje gipskruid in. Kijk hoe leuk het al wordt. Ik splits de tak gewoon op. En dan voeg ik er nog wat bloemetjes erbij toe. En dan heb je echt een heel leuk bloemenstuk. Met het roze is het natuurlijk super tof en heel romantisch. Maar mocht je nou zeggen, het is niet meer kleur. Dan kan je natuurlijk ook met deze vaasje opmaken zoals ik al zei. Dat doe je eigenlijk op dezelfde manier. Ik heb nu een iets ander dienblad gepakt. Dat staat ook in onze website. Dit is een cement dienblad. Iets een grijzig sterretje op. Dus dat past er weer mooi bij. En dan heb ik bijvoorbeeld deze grijze vaasjes. Maar je hebt ook deze bijvoorbeeld ook heel erg mooi. Is wat meer blauw-groenig. En dat kan je eigenlijk op dezelfde manier doen. Alleen omdat deze wat groter zijn, zou ik er dan twee zo naast elkaar doen. En voor de rest maak je hem eigenlijk op dezelfde manier op. Dus je kan eigenlijk dan zelf kijken wat je dan leuk vindt. En wat leuk in jouw interieur past. Zodat wat iedereen wat wil is. En ja, dan kan je natuurlijk gewoon op dezelfde manier met zo'n waterbuisje. Kan je ook de bloemetjes toevoegen in de kleur die je mooi vindt. Ook heel erg leuk. Nou, hier kan je dan bijvoorbeeld dan ook gewoon op dezelfde manier bloemetjes in doen. Wat je ook kan doen is hier bijvoorbeeld een mooi droog bloemboeketje in doen. Ik heb er nou gewoon een paar neutrale kleurtakjes in gedaan. En dan kan je bijvoorbeeld in het andere buisje ook leuk gewoon een paar losse bloemetjes doen. En dan hoef je eigenlijk alleen deze af en toe te verversen. Waardoor je ook weer een heel lang houdbaar bloemstukje hebt voor op tafel. Dus echt super tof. Ook dit dienblad is echt heel erg mooi. Jouw vaasje of jouw buisje iets wiebelen, kan je daar gewoon een klein beetje tillandsia omheen doen. En dan zet je hem daarmee gelijk mooi vast en je kijkt niet in het vaasje, dus dat geeft ook een mooi effect. Je kan nog eventueel ergens nog wat steentjes toevoegen of wat extra tillandsia omheen doen. Maar ik vind hem dan zo ook heel erg mooi. En zo kan je hem helemaal naar eigen stijl opmaken. Zo schiet heb je heel veel opties om zo'n dienblad op te maken. Maar als je hem op deze manier opbouwt, heb je gewoon iets heel leuks op tafel wat lang houdbaar is, waar je lang van kan genieten. En vooral in de warmere tijd, als je de zomer ingaat, is het natuurlijk ideaal. Met een paar bloemetjes heb je hem dan ook alweer leuk. Wil je wat bestellen hiervan? Alles staat op de website www.uwonlinebloemist.nl. Dan kan je je eigen pakket samenstellen. Dus of je nou met een roze vaasje wil, of je nou het platte dienblad wil, of het wat bredere dienblad. Wil je het complete pakket bestellen? Dat kan ook. Ga dan ook naar www.uwonlinebloemist.nl. Dan vind je onder kopje cursuspakketten. Dan hoop ik dat je het weer leuk vond. Laat even weten welke jouw favoriet is. Deze grijze, de blauwe kruikjes of de roze. Ik ben heel erg benieuwd. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. En dan zien we de volgende keer weer. Doei!